Ik beloof dat ik je trouw blijf. In christelijk Nederland praten we er niet zo makkelijk over. Tot de dood ons scheidt. Over scheiden. Over de oorzaken. Over de gevolgen. En over de pijn die je scheiding met zich meebrengt. Voor eigenlijk alle betrokkenen. We hebben intens verdrietig nieuws te vertellen. We gaan scheiden. Vanmorgen hebben we dat aan onze kinderen verteld. Wat als degene bij wie je je ooit het meest vertrouwd voelde, in de loop der tijden een vreemde voor je is geworden? Als je elkaar ineens niet meer lijkt te verstaan en als een verbintenis tot de dood ons scheidt ineens, midden in het leven, tot een einde komt? Dat was gewoon voor het punt dat ik me realiseerde, de liefde is gewoon op. Ja, het kwam voor mij echt als donderslag bij heldere hemel. Daar heb ik toen echt moeten leren. Leren loslaten. Iedere scheiding kent zijn eigen complexiteit. Toch is scheiden in christelijke kring vaak nog ingewikkelder. Vanuit hun kerk en sociale kring ervaren christenen die scheiden vaak veroordeling, vermijding en ongemak. Wij zijn niet geroepen tot het oordeel, juist niet. Alleen wij zoeken zekerheid in ons eigen normen- en waardekader. Maar dan gaat het eigenlijk over onszelf. Journalist Daniel Gielissen is zelf gescheiden en maakte er een podcast over. Echt breuk is niet de bedoeling, maar is niet verboden. De bedoeling is juist dat onze relaties van Gods liefde weerspiegelt. Luister naar Gebroken Gelofte. Vanaf 2 april op nd.nl/gebrokengelofte of in je favoriete podcast app. Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gielissen. Mooi dat je luistert. Hand in hand stierven ze. 70 jaar waren oud-premier Dries van Acht en zijn vrouw Eugenie samen geweest. Van Acht was haar al die jaren mijn meisje blijven noemen. En nu kozen ze samen voor de dood. Is zo'n einde mooi, ontroerend en stoer? Of is het een nooduitgang geworden uit een samenleving waar de zorg en de aandacht voor ouderen niet op orde zijn, zoals columnist Reiner Wiskerk in het Nederlands Dagblad schreef? Er zijn christenen in hun kijk op de dood niet ontzettend snel aan het veranderen. Vroeger was tegen euthanasie zijn één van de kenmerken van orthodox geloven. Maar is dat nog zo? We praten daarover met hoogleraar ethiek aan de PTHU, Theo Boer. Kenner van de euthanasiepraktijk in Nederland en verder buiten, denk ik. En met Rianne Veenstra, protestantspredikant in Almere Buiten. En daarvoor geestelijk verzorger in het Flevo ziekenhuis. Rianne, je hebt in jouw pastorale praktijk heel veel met euthanasie te maken gehad. En je hebt dat nog steeds in de gemeente. Welkom jullie allebei. Dankjewel. En Rianne, jij bent wel eens bij een euthanasie aanwezig geweest, hè? Hoe is dat? Om daarbij te zijn. Nou, mijn eerste keer dat ik erbij aanwezig was, dat was een buurvrouw van mij toen ik nog in Maartensdijk woonde. Zij was erg eenzaam en vond het heel fijn als andere buren die goed voor haar zorgden en ik als haar begeleider dan bij haar euthanasie aanwezig zouden zijn. En het is heel onwennig, want je weet zo'n eerste keer ook niet wat je te wachten staat. Maar het gebeurde op een hele zorgvuldige en mensvriendelijke manier. Dat mevrouw eerst in slaap werd gebracht en daarna de euthanatica werd ingespoten. En ze heel vredig is overleden. Dus ja, het is vreemd. En tegelijk was het een gebeurtenis in de familiekring eigenlijk bijna. Ja. Theo, we begonnen net deze podcast met het overlijden van Van Acht en van zijn vrouw. Wat viel jou op in het spreken over euthanasie rondom dat overlijden? Nou, dat is inderdaad boeiend, want Van Acht en zijn vrouw kunnen we er zelf niet naar vragen. Dat zullen we dus ook niet doen. Maar het punt is natuurlijk dat zij zijn overleden net in de week, ook in of naast de week van de euthanasie. Dus de NVVE heeft dat, de Nederlandse Euthanasievereniging heeft dat eigenlijk ook direct opgepakt. Ja, wat mij daar opviel waren twee dingen. Ten eerste dat de NOS dat nogal oppakte direct. En dat ze samen waren gegaan. En er stond ook op die NOS-site stond dat het een
trending topic was in Nederland. Dus dat steeds meer mensen dat doen. Waarbij ik denk, daarbij is het dus zo dat de NOS niet alleen het nieuws verslaat, maar het daarmee ook in zekere zin maakt, denk ik. Want mensen zullen kopieergedrag vertonen. En het wordt ook steeds meer een soort norm. De tweede wat mij opviel was dat de NVVE dit oppakte. In een bericht. En daarin schreven ze dat ze het een prachtige situatie vonden. Vooral omdat dat betekent dat als twee mensen tegelijkertijd gaan, betekent dat dat niet één van de twee hoeft te rouwen over het verlies van de ander. En dus dan zou je kunnen zeggen, dan is dus euthanasie een voorkomen van rouw. En dan denk ik, nou, dus, ja. ik ben daar heel kritisch over. Omdat ik denk, als je een geliefde hebt, en dat dan betekent dat eigenlijk per definitie, in de helft van de gevallen ben jij degene die het laatst gaat. Dat is gewoon een wet van mede en pers. Een heel enkele keer gebeurt het natuurlijk dat meneer gaat op zondagavond en mevrouw gaat op maandagochtend. En daarvan zeggen we allemaal wat mooi dat ze zo dicht in elkaar verworteld zaten. Maar in het algemeen denk ik, ja, rouw hoort eigenlijk ook bij. Verlies van de ander hoort erbij. Maar over de details nogmaals, over die zaak zelf kan ik niet ingaan. Wat ik wel heb gezien, ik heb enkele tientallen duo-euthanasieën, heet het dan, heb ik wel gezien. Ja. En daar is het heel in het algemeen zo dat een van de twee partners dan echt terminaal ziek is. Dus die zit dicht bij een natuurlijk levenseinde. En de ander die is eigenlijk al heel wiebelig. En die heeft ook allerlei klachten, maar nog lang niet terminaal. Maar als dan de één terminaal is, dan zegt de ander, nou dan ga ik nu gelijk mee. Dan gaan we samen. Ja. Hoe kijk jij daarnaar, Rianne, naar zo'n duo-euthanasie? Ja, ik herken wel een beetje de bezwaren die Theo hier ook aanvoert. Het is moeilijk om in de persoon te stappen van degene om wie het gaat. Het kan als een blijk van liefde en betrokkenheid gezien worden op de partner. En tegelijk heb ik er toch ook wel moeite mee. Dat werd bij vannacht natuurlijk ook nog weer, de commentaren werd eigenlijk ook nog weer de vrij geëikte. En jullie horen, ik ben best wel een beetje negatief langzamerhand over de euthanasiecultuur in Nederland hoor. Hoewel ik echt groot begrip heb voor elke euthanasievraag. Maar wat mij opviel was dat ook hier het vocabulaire eigenlijk voornamelijk was, dat het dapper was. Van die beide en liefdevol was van die beide. En daar werd ook nog bij gezegd dat het toch wel zo bijzonder was dat Van Acht ooit zo'n conservatieve man was geweest. Hij heeft die Bloemenhovenkliniek nog willen sluiten in verband met abortus. Dat was eind jaren 70, dat ethisch gevei. En dat hij nu toch zo'n verlichte geest is geworden dat hij euthanasie heeft toegepast. Dus daar zit ook geen miegertje kritiek in. Dat vind ik het lastige in de hele discussie. Ja. Er wordt altijd een duiding aangegeven. Een duiding moet eigenlijk ook van de doden niets naar goeds, moet je ook zeggen. Dus dan zit er nog eens extra dat je daar eigenlijk nauwelijks een kritische boodschap in kwijt kunt. Ja. Ja. En nu ken jij die Nederlandse euthanasiepraktijk, die ken je van binnen en van buiten. Dat zeiden we net al. Heb jij er zelf, Theo, er wel eens in jouw eigen omgeving mee te maken gehad? Maar nooit persoonlijk, gek genoeg. Dus, je bent er niet zoals Rianne ooit bij geweest? Nee, ik ben ook nooit een pastor geweest. Ik heb alle vier onze ouders begraven. En die zijn alle vier een natuurlijke dood overleden. Mij is wel eens aangeboden toen in mijn hoedanigheid van lid van de toetsingscommissie, van wil je er nou niet eens bij zijn, zodat je weet wat dat is. En dat heb ik besloten om niet te doen. Ik zat eens een keer in een radio-uitzending met Wilfred van Ooyen. Dat is de arts die in allereerste televisie-euthanasie deed. Dat was in 1993 in een documentaire die heette Dood op Verzoek. En dat was bij een meneer die had ALS, amyotrofe lateraal sclerose. En de huisarts daarvan heette Wilfred van Ooyen. En 25 jaar na dato, dat was dus 6 jaar geleden, 2018, werd ik uitgenodigd om met die Wilfred van Ooyen nog eens terug te kijken op die televisie-euthanasie. Dus toen heb ik die hele euthanasie weer teruggezien. En wat viel me daarbij op, vooral bij mezelf, is, ik kijk die euthanasie, daar wordt live als het ware, wordt die man krijgt euthanasie. En ik zit op een hartslag van 195. Ik snap niet hoe dat zit,
Maar er is je snapt iets, niet hoe dat zit bij jezelf? Bij mezelf. Je, ik snap niet hoe dat zit. Maar daar zit toch iets van een heilig moment of zo. En daarnaast denk ik ook wel... Ik vind het knap, Rianne, dat je er aanwezig bij kunt zijn. Je voelde je daartoe ook wel geroepen. Heel in het algemeen denk ik... Ja, bij een euthanasie aanwezig zijn vind ik bijna... Ja, sorry, excuseer, maar toch ook een beetje alsof iemand vraagt... Wil je er een keer bij zijn dat mevrouw en ik seks hebben? Het is iets wat goed is, misschien, soms. Maar ik vind het te intiem. De overgang van leven naar dood, zeker als dat dan geregisseerd is, dat in twijfel zou ik dat dus gewoon niet doen. Hoe voelde dat voor jou als dan toeschouwer, zeg maar, bij zoiets? Ja, nou, ik herken heel erg wat Theo zegt. Want als je kijkt dat ik nu 33 jaar predikant ben, ik ben tweemaal bij een euthanasie aanwezig geweest. En eenmaal als familielid en eenmaal als nauwe omstander. Dus het is inderdaad een intieme zaak waar je waar mijn rol als pastor eigenlijk ophoudt. Ja, treed je voor die tijd al uit. Mijn rol als pastor zit daarvoor. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld dat afgelopen maandag is een gemeentelid van mij overleden aan ALS. Door euthanasie. Maar dat betekent dat ik op de zondagochtend na de kerkdienst naar haar toegegaan ben en haar gezegend heb. Voor het laatste stukje van haar levensreis. Dat is mijn rol, dat is mijn taak. En ik heb de uitvaart dan ook over een aantal dagen. Dat is mijn rol en taak. En ik zal ook voor de nazorg weer betrokken zijn bij haar echtgenoot. Maar het is niet mijn taak om bij die euthanasie aanwezig te zijn. Ook niet als mensen dat vragen. Dominee, wilt u erbij zijn? Want dat lijkt me zo mooi. Ik hou het meestal af. Ja? Ja. De vraag is, wat is de hulpvraag? Hè? Dan, ja. Want mensen zeggen, dominee, wil je erbij aanwezig zijn? Dan kan dat in sommige gevallen betekenen dat ze zeggen, ik ben bang en ik wil dat je me dus een hart onder de riem steekt. Het kan ook zijn dat ze zeggen, ik vind het traditioneel iets wat problematisch om toch mijn eigen leven te laten beëindigen. Als de dominee erbij is, dan betekent als de dominee zich voldoende veilig voelt om erbij te zijn, dan zal die euthanasie daarmee ook wel deugen. Een soort goed van goedkeuring. Misschien ja. wel. Ja? Herken je dat, Rianne? Een soort... Ja, dat weet ik niet. Wat ik merk is dat mensen al ruim van tevoren eigenlijk een overwegingen hebben. Daarmee in gesprek gaan met de huisarts. En als ik dan een keer op bezoek kom en ik weet dat het niet goed met ze gaat... dat ze zeggen van, nou ja, de euthanasieverklaring is getekend... en als het niet langer gaat, dan weet de huisarts wat hij moet doen... En mensen verwachten eigenlijk nauwelijks ook dat ik daarbij aanwezig ben. Dus dat ik het één keer heb meegemaakt, dat was echt op uitdrukkelijk verzoek van dat gemeentelid. Dat komt wel vaker voor, hoor. Dat gaat wel vaker voorkomen. Maar Daniel, even de context. We hebben het over euthanasie. Je hebt de cijfers op een rijtje gezet. Het is misschien goed om die eventjes even onder elkaar te zetten. Ja. Het aantal mensen dat kiest voor euthanasie, dat neemt elk jaar toe. In 2022, dat zijn de meest recente cijfers die we tot nu toe hebben, zijn er bijna 9000 mensen die stierven voor de euthanasie. Dat is ruim 5% van het totaal aantal mensen dat is overleden dat jaar. Een jaar eerder was het nog 4,5% van het totaal aantal mensen. En jaarlijks neemt het aantal euthanasiegevallen dus met 10 tot zelfs 13-14% toe. De overgrote meerderheid van de Nederlanders die vindt euthanasie onder bepaalde omstandigheden eigenlijk wel mogelijk moet zijn, zo'n 90%. En dat geldt voor 98% van de niet-gelovigen. Dus als je dat nog een beetje uit zou filteren, dan is eigenlijk de niet-gelovige deel van Nederland is daar gewoon is iedereen het erover eens dat het mogelijk moet zijn. Gelovigen hebben vaker bezwaar tegen euthanasie. Ja, want dat heeft, als iemand gelovig is, heeft dat wel invloed op het denken over euthanasie. Van gelovigen zie je vooral dat Rooms-Katholieken dan de minste bezwaren hebben en moslims de meeste bezwaren. 42% daarvan van de moslims zegt van nou, dat is geen goed idee. CBS heeft daar niet verder uitgesplitste cijfers over. Dus je krijgt dan wat algemene cijfers over PKN, gereformeerd, Nederlands hervormd. Dus dat zegt niet altijd helemaal precies van welke groep gaat dit nou exact. Maar je ziet in ieder geval dat gelovigen er wat meer moeite mee hebben.
Oké, dankjewel. Nou, waar we het nu precies over gaan hebben in dit gesprek is... Nou, eerst maar eens even, wat is euthanasie precies? We gaan ervan uit dat we ergens wel weten wat het is. Maar wat is het wel, wat is het niet? Waarom kiezen mensen daar eigenlijk voor? Waarom zou je voor euthanasie kiezen? Waarom zou je dat niet doen? Dan de christelijke bezwaren die er altijd zijn geweest. Die kwamen al net al een beetje langs. En dan natuurlijk ook de vraag of die nog wel door kerkgangers vandaag wel zo overtuigend gevonden worden. Of dat er echt op dat vlak iets aan het verschuiven is. En ook dan welke trends we op dat punt nog meer zien. Ja, eerst maar eens even, Rianne, uit jouw ervaring. Waarom kiezen mensen voor euthanasie? Mensen kiezen voor euthanasie wanneer zij zien dat het leven bijna niet meer leefbaar is. En dan is mijn ervaring, maar goed, dat is dan met name in de ziekenhuiszetting, dat veel mannen aangeven voor euthanasie te kiezen omdat ze niet afhankelijk willen zijn. En mijn ervaring is dat vrouwen met name voor euthanasie kiezen omdat ze niet willen dat de kinderen zoveel zorg dragen voor hun moeder. Dat is interessant. Maar goed, dat is mijn ervaring, mijn indruk. Ik weet niet of dat ook in cijfers uit te drukken is. Maar dat heeft bij mij altijd de gedachte opgeroepen van eigenlijk zou daar het gesprek ook over moeten gaan. Van ben je minder waard als je afhankelijk wordt? Of ben je minder waard als iemand anders voor je moet zorgen? Of ben je tot last? En dat was dan wel hetgene wat ik ook vaak in de gesprekken aanvoerde. Maar goed, daarnaast blijft natuurlijk de reden bestaan dat je vindt dat het leven bijna niet meer leefbaar is geworden door dat wat je lijdt of te lijden vreest. En dat euthanasie of een euthanasieverklaring, want in veel gevallen is mijn indruk weer, overlijden mensen ook zonder euthanasie, maar hebben ze wel een euthanasieverklaring op zak als soort noodrem. Ja, dat geeft een gevoel van... Dat geeft een gevoel van veiligheid. Veiligheid, ja. Ja. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Theo, als we het over euthanasie hebben, waar hebben we het dan over? En waar hebben we het dan ook, misschien is het goed om dat ook even vast te stellen, waar hebben we het dan niet over? Onder het woord euthanasie vallen eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat de dokter een spuit geeft, of eigenlijk twee. Namelijk een slaapmiddel, heel diep slaapmiddel waardoor je inslaapt en dan vervolgens een spierverslapper waardoor je doodgaat. Dat doet de dokter en dat wordt voorafgegaan door een infuus dat wordt ingezet. Dat is strikt genomen eigenlijk euthanasie. Ja, dus als de dokter dat uitvoert. Precies, en dat moet, om het euthanasie te mogen noemen in Nederland, moet dat een patiënt zijn die daarom gevraagd heeft. Dus als het bij een kind gebeurt, of bij een dier gebeurt, of bij een dementerende bejaarde zonder wilsverklaring, dan mag dat officieel niet euthanasie heten, maar dan heet het levensbeëindiging niet op verzoek. Dat is de ene vorm van euthanasie. De andere onder diezelfde paraplu, dat is dat de dokter jou een drankje aanreikt. En dat je dat opdrinkt, dat heet hulp bij zelfdoding. Dat is technisch gesproken dus echt heel wat anders dan euthanasie, maar het valt onder dezelfde wet. En heel veel Nederlanders maken dat onderscheid niet. In de praktijk is het wel zo dat 98% is het de dokter die het spuitje geeft en slechts 2% is het de patiënt die het zelf het drankje drinkt. Ja. Waarom kiezen mensen daarvoor dan? Dat drankje, nou ja, je zou het omgekeerd kunnen zeggen. Ik denk dat er heel wat artsen zijn die zeggen, eigenlijk zou ik liever hebben dat de patiënt het doet. Ja, dat je het actief zelf, dat je het zelf doet, dat je er zelf voor kiest. Dat je het zelf voor kiest. En niet dat je de handeling als arts... Exact. Ja. Dat heeft een aantal praktische nadelen. Met name in Nederland heeft het praktisch nadeel dat de arts moet aanwezig blijven in huis totdat de patiënt is overleden. En dat betekent bij hulp bij zelfdoding, dus bij dat drankje, kan het soms heel erg lang duren. Waar hebben we het dan over? Dan heb je het soms over een halve dag. Dat is een van de dingen. Goed, daar wordt dan nog wel eens afgesproken dat als bijvoorbeeld iemand na een uur nog niet dood is, dat dan de arts alsnog de injectie mag geven. Maar dus dat heeft te maken een beetje met efficiëntie. Maar het heeft ook te maken, die voorkeur van mensen voor euthanasie, te maken met het feit dat als de dokter iets bij jou doet, dat een deel van de last van jouw schouders af is. Ja. Terwijl ik zou... Het is hetzelfde zoals we net constateerden, als de dominee erbij is. Ja. Dan, dat geeft ook iets van ontspanning. Exact. Ja. Die dokter kun je vertrouwen. Ik ga ervan uit dat als ik een nieuwe knie krijg of een nieuwe hartklep, dat de dokter dat dan ook goed vindt. Dan anders zet hij namelijk geen nieuwe knie of een nieuwe hartklep. Dus je gaat er als patiënt vanuit dat als de dokter een euthanasie verricht, dat die dokter dan ook zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel oké zo. Ja. Daar heb je dan toch enige behoefte aan.
Maar goed, even om dan dat af te maken. Wat dan niet euthanasie is. Euthanasie is niet dat je zegt, behandel mij maar niet meer. Laat mij maar sterven. Doe maar geen antibiotica bij een longontsteking. Doe maar geen griepprik. Of doe maar geen vierde chemokuur bij kanker. Dat is allemaal niet euthanasie. Dat valt onder gewoon het recht van de patiënt om te zeggen, nu is het genoeg geweest. En dan wordt er ook heel veel gepraat over een alternatief. Palliatieve sedatie. Ja, dat is een heel belangrijk alternatief geworden in Nederland. Eigenlijk nog veel sterker gestegen dan euthanasie. Dat palliatieve sedatie wil zeggen dat je eigenlijk onder leiding van de dokter wordt je in een soort half coma gebracht. Niet helemaal, maar het zit er dicht tegenaan. En dan sterf jij niet aan je coma. Je sterft niet aan die zogenaamde sedatie, maar je sterft aan je ziekte. Dus dat is eigenlijk een heel populair alternatief geworden. 24% van alle overlijdens in Nederland. Wat een ontzettend hoog percentage is vergeleken. 1 op de 4. 1 op de 4. In Duitsland, Oostenrijk, Nieuw-Zeeland is het allemaal 1 op de 100. Maar zo overlijd je aanmerkelijk sneller dan als je niks zou doen? Officieel niet. Officieel overlijd je niet door die sedatie, maar overlijd je aan je ziekte. Maar het is een hele goede vraag. Want hoe lang duurt dat dan? Nou, het blijkt dat in de praktijk dat als iemand dat spuitje heeft, die sedatie, als die is ingezet, dat iemand dan toch vaak na een half dag al weg is. Dus dan is dat toch een beetje een zetje. Maar officieel is het niet euthanasie. Het is ook niet een levensbeëindiging. Maar in de praktijk zeggen veel dokters dat het er wel heel dicht tegenaan zit. Ja. En wat zijn nog even de regels voor euthanasie? Want ik bedoel, je mag niet zomaar zeggen van geef mij maar een spuitje. Nee, je moet erom gevraagd hebben. B, je moet sprake zijn van een medische aandoening. Wat de oorzaak is van het lijden. C, die aandoening moet ongeneeslijk zijn. En D, jij moet het ervaren als ondraaglijk. Dat is een beetje een discussiepunt. Wiens ervaring dan? Is dat de patiënt zelf of mag de dokter daar ook nog van zeggen? Nee. Nou, wacht eens even, ik denk daar iets anders over. Ja, dus in die dio-euthanasie geldt ook dat het voor beide moeten apart. Zo is het. Die goedkeuring, zeg maar, even krijgen. Ja, vaak bij een duo-euthanasie zijn het vaak ook twee tweede artsen, dus twee scanartsen, die de echte lieden afzonderlijk beoordelen om te voorkomen dat ze zeggen van weet je wat, we gaan ze allebei maar even goedkeuren. Ja, precies. Ja, dan naar de bezwaren. Want die waren er, of die zijn er. Ze zijn er, en misschien waren ze vroeger wat groter. Nogal zeker onder christenen, zeker in de kerk. Als we die even moeten opsommen. Rianne, laat ik even bij jou beginnen. Wat is het belangrijkste bezwaar dat er altijd in de kerk is geweest tegen euthanasie? Nou, dat lijkt mij het gebod, gij zult niet doden. Maar ja, goed, wat daarnaast een rol speelt, dat is dat je, wat ik bij heel veel mensen zie, dat ze bang zijn dat ze daarmee de hel over zich afroepen zodra ze dood zijn gegaan. Dat ze deze keuze hebben een zonde begaan. Ze hebben een zonde begaan dus. En daar worden ze voor gestraft na hun dood. Oh. Ja. Dat kom je nog tegen, zeg maar, dat mensen dat inderdaad ook weerhoudt om, of dat ze er bang voor zijn om dat te gaan doen. Maar wat zeg je dan als pastoor? Nou ja, je gaat verkennen wat dat wil zeggen. Waar komt deze vraag vandaan? Je gaat niet zeggen van, sorry meneer, maar ik geloof niet in een hel, dus waar maakt u zich druk om? Dat ga je niet doen. Dat gaat die meneer niet geruststellen. Nee. Maar je gaat verkennen van, ja, waar komt die angst vandaan? En is het werkelijk dat je euthanasie wilt? Of ben je bang voor het lijden dat je is aangezegd? Heb je over palliatieve sedatie gehoord? Hoe kom je op het idee om euthanasie aan te vragen? Dus is het die noodremgedachte? Of zou je het daadwerkelijk willen, omdat het leven bijna niet meer leefbaar is geworden? Dus je gaat op een verkennend gesprek uit. En daar spelen religieuze motieven natuurlijk ook altijd een rol in. Maar niet alleen religieuze motieven. Zijn mensen op dat moment nog aanspreekbaar op die religieuze motieven? Ook echt absoluut. Absoluut. Omdat het echt over leven en dood gaat, komt dat juist ook misschien nog wel weer veel meer boven. Ja, maar wat ik met name meemaak is dat mensen van tevoren al heel goed erover nagedacht hebben. Dus dat die angst toch minder heerst van ik doe iets fout, dus word ik gestraft. Maar dat ze in gelovig vertrouwen aangeven van
God zal het wel, wel. God ziet mijn lijden. En ik kan me niet voorstellen dat hij dit verkeerd van mij zou vinden. Dat ik het leven aan hem teruggeef. Nu het niet, voor mij niet meer leefbaar is geworden. En zie je de verandering in de afgelopen jaren? Ik zie er wel verandering in die zin dat mensen eerder erover nadenken. En ook gesprekken met naasten aangaan. Als ze ernstig ziek zijn of als ze oud worden. Dit is hoe ik in het leven sta. En als mij dit gebeurt, dan zou ik graag willen dat. Dus het gesprek wordt eerder aangegaan met familie en omstanders. Waardoor als het moment daar is, familie ook weet van nou, vader wilde niet gereanimeerd worden of de euthanasieverklaring ligt daar in de la. Of, dus mensen gaan eerder het gesprek aan. Er rust minder een taboe op. Het is meteen een spannende soms, hè? Want dan inderdaad van praat je niet mensen naar de dood toe, zeg maar. Doen mensen niet, kiezen ze niet daarvoor omdat ze zelf denken van, ik ben tot last uiteindelijk van mijn familie. Of ja. Dat soort dingen. Wat weet je ervan, Theo? De euthanasie is ontstaan in een heel andere tijd natuurlijk. Namelijk een tijd waarin het echt nog sprake was van dat mensen schreeuwend en stikkend en hijgend aan hun eind kwamen en zeiden verlos mij. Ik ken nog verhalen uit jaren 80 dat een arts een kussen gebruikte om de patiënt te doen overlijden. Omdat die patiënt gewoon helemaal aan het eind van zijn Latijn was. Dus het is dat, wat dat betreft denk ik dat we nu wel in een situatie zitten. Ik bedoel, waar Rianne werkt, dat is Almere, daar is ook van onderzoek naar gedaan, dat daar echt de euthanasiecijfers heel erg hoog liggen. Dus dan heb je het over soms tientallen procenten van het aantal overlijdens. Hoger dan gemiddeld in Nederland bedoel je? Heel hoger, ja. Gemiddeld is dus 4-5%. Maar dat is die zogenaamde regiovariatie. Dat kan verschillen van 30% in sommige woonwijken tot 0,2% in andere woonwijken, waar het dus bijna niet gebeurt. Dus wij spreken wel van een soort couleur lokaal. Even tussendoor, Rianne, wist je dat? Toen je predikant werd in de Almere Buiten? Nee, dat wist ik niet. Daar had ik geen enkel idee van. Nou, okay. Nee, dus de vraag is of dat ook voor de christenen daar geldt. Maar we hebben wel ook onderzoek gedaan naar de hoe vaak christenen dit. En het algemeen bij christenen komt het ook wel veel voor. Met name de mainstream protestanten. Dus niet de zeer orthodoxe, maar daar komt het ook voor. Maar veel minder. Maar bij de gewone gereformeerden, de gewone hervormden, komt het best. En de katholieken dus. Ja. En de katholieken komt het heel vaak voor. Ja. Gij zult niet doden. Het argument tegen euthanasie. Hebben we het dan zo'n beetje gecoverd, christelijk ethisch gezien, Theo? Nou, je moet wel inderdaad bijzeggen dat zegt zesde gebod. Gij zult niet doden. In de kerkgeschiedenis ook altijd heeft geslagen, ook op de zelfgekozen dood. Ja. Dus dat is iets waar je niet helemaal omheen kunt. Dus dat de narratief van je mag het leven respectvol in Gods handen terugleggen, dat vind ik iets te roze, iets te roze. Er moet echt wel sprake zijn van iets akeligs. Je doet dat niet zomaar, het leven terug. Maar ik denk dat het een misverstand ook bij jullie is. Misschien wisten jullie wel of niet dat euthanasie in Nederland begonnen is bij de kerk. Ik bedoel, het is begonnen bij J.H. van den Berg 1969 met zijn boekje Medische Macht en Medische Ethiek. Dat was een meelevende, vrijzinnige hervormde. En dat boekje is uitgegeven bij een christelijke uitgeverij, Kallenbach in Nijkerk, 29 drukken gezien. Toen heeft de hervormde synode in 72 gezegd, euthanasie is een prima oplossing. En toen heeft de gereformeerde kerk in 1984 gezegd, dat is een prima oplossing, ook voor het geval van psychiatrische aandoeningen. Dus de maatschappij was volgend op de kerk? De kerk was een voorhoede. De linkerkant van de kerk was hier leidend. En ook de NVVE, dus nogmaals de Nederlandse Euthanasievereniging, werd grotendeels geleid door protestanten. En veel mensen die dit beluisteren weten ook de naam Kuitert nog. Of Helene Dupuy. En waar ook andere. Cor Spreeuwenberg was een protestantse arts. Is hij trouwens nog steeds. Die denkt daar nu weer wat conservatiever over. Maar die hebben in die jaren gezegd, het moet toch kunnen. Dus wat je ziet. En op grond waarvan dan? Want dat gij zult niet doden, dat is natuurlijk een gebod dat zij ook kenden. Ja, dat is waarom men dat propageerde, was toch in het algemeen de doffe ellende waaronder mensen stierven. Dus wat je nu wel ziet, en dat lees ik toch ook een beetje in wat jij zegt, Rianne. Mensen willen euthanasie. Je zegt eigenlijk omdat ze dit leven ondraaglijk vinden. Maar
oorspronkelijk ging het eigenlijk, mensen vonden het doodgaan ondraaglijk. En dat was dus, een medemenselijkheid, ging je voor elkaar zorgen dat je dit moet op een andere manier kunnen, dit sterven. Precies, traumatiserend, wat ik noemde spoken uit het verleden, die ik ook in de euthanasiedossiers veelvuldig heb gezien, dat mensen nog elke nacht bij wijze van spreken het risico hebben op een droom dat ze hun vader weer zien lijden of hun moeder weer zien creperen. En dan zeggen ze, dat wil ik nooit meer. Maar dan dat is dus een soort genadeschot. Zo is het, zeg maar. Zo'n genadeschot. En dat is een angst voor een vreselijk overlijden. Maar waar we het nu veel meer over hebben is angst voor vreselijke maanden of voor zelfs vreselijke jaren. Hè? Dus angst niet voor een vreselijke dood, maar voor een vreselijk leven. En dat vind ik wel een lastige. Dus dan kom je op een ander punt, Dick, en zeg je, wat is nou een ander bezwaar? Ik zeg niet dat ik er altijd tegen ben, maar een ander bezwaar is toch wel, zijn wij niet bezig langzamerhand ons vermogen om te gaan met tegenslagen, met moeilijke perioden in ons leven, te ondermijnen, te verliezen? Ik zie dat zo weinig voorkomen, ook bij de NVVE. Het is altijd goed om het op te geven, om te zeggen, nu is het genoeg. Maar zouden we niet ook toch nodig hebben dat we aan elkaar zeggen, mensen, je geeft het toch niet op, je hoort erbij. En dat vind ik de kunst om het vol te houden. En die heb ik persoonlijk verschrikkelijk hard nodig. Ja, als mensen tegen jou zeggen, je hoort erbij, je mag er ook bij zijn. Ja. Ook al doe je niet meer helemaal voluit mee. Ook al kun je niet zoveel meer, lig je op bed. Ja, zeker. Omdat ik ook een soort somberheid in mezelf heb. Ik heb een neiging tot somberheid. Die is nog nooit klinisch depressief geworden. Maar toch, ik weet dat als het mij... Ik heb het nodig dat mensen tegen mij zeggen, papa, kom op, we gaan door. En helpt dat, Rianne, als je het mensen in de omgeving dat horen? Nou, dat vind ik weer veel te aardig klinken. Want soms is het leven lijden geworden. En dan is het ook een lijden in de familiekring. Waardoor je wel een geliefd persoon bent. Ook met jouw lijden. En draag je dat lijden ook op een soms voorbeeldige manier. En dan toch kies je er op een gegeven moment voor. En nu is het genoeg. Ik heb genoeg gedragen. Het gaat niet meer. En kost het ook ongelooflijk veel moeite om afscheid te nemen van geliefden. Juist omdat je opgenomen bent in die familiekring. Maar zie je het toch als een moment van, het is genoeg. Ik geef het over. Ja, ik geef het over. Daar ben ik heel erg voor. Ik ben ook ontzettend tegen overbehandeling. Stop nou tijdig met al die toeters en bellen. Maar het overgeven in de zin van, dood mij nu maar, vind ik echt wel een andere categorie. En ik vind dat, dus we hadden het aan het begin van de uitzending over het taboe. Hè? De taboe op euthanasie dat dan minder is. Maar ik vind er is eigenlijk helemaal niks mis met een goed taboe. Er is ook een taboe dat ik, als ik me nu ga uitkleden, dan zeggen jullie ook allemaal, wat ga je nu? Doe maar niet. En ook niet als ik aan jullie vraag, vinden jullie het goed als ik me nu uitkleed? Dan zeggen jullie ook, nee, dat vinden we niet goed. Maar weet je, en er zijn heel veel taboes in Nederland, in de wereld, waarvan je zegt, godzijdank dat die bestaan. En één daarvan is dat je zegt, wij gaan niet iemand direct doden. Dat doen we zelfs niet in de oorlog. Ik ben ook niet pacifist, maar af en toe vind ik dat er gedood moet worden. Dat vind ik ook bij euthanasie. Maar het voor mij een duidelijk nee tenzij. En dat mooie narratief van, nou, je geeft het leven aan God terug, dat is mij dan weer wat te zoetig. Maar misschien jou ook, Rianne. Ja. Nee, want bij mij is het ook nee tenzij. Ja. Maar dat tenzij mag er wel dat zijn. Dat mag er wat groter zijn bij jou. Dat mag er wel zijn. Ja. Maar wat ik dan een lastige vind, Rianne, jij zei net van ja, dan ik kies er dan voor omdat, om te zeggen, het is genoeg geweest. Maar wie is die ik dan precies? Wat ik ook nog wel eens zie gebeuren, is dat je zomaar dus hele kwetsbare, zieke, vaak oudere mensen op een of andere manier de dood in praat. Je vertelde net over vrouwen die dan zeggen van ja, ik vind dat dan dat de kinderen die dan voor mij, ze moeten iedere keer maar, weet ik veel waar vandaan, moeten ze naar me toe rijden en oh, ze hebben het zo druk en ik ben een blok aan het been. Ik vind dat echt een doodenge gedachte als mensen die... Ja. Die gedachte proberen mensen dus uit hun hoofd te praten. Ja, precies. Dat hoop ik wel heel erg. Ja. Dus dat gesprek ga je absoluut aan. En dat je ook aan. Als maatschappij natuurlijk op een gegeven moment zegt... Ja, mevrouw, meneer, u bent wel een beetje duur met al die zorgkosten. En we hebben een goedkope oplossing.
Ja, maar dat wordt nooit zo gezegd. Maar... Jawel, dat wordt wel zo gezegd. Ik heb het net eventjes uit mijn herinnering opgeschreven. De vriendenbrief van de NVVE van anderhalve week geleden. Daarin pleit iemand voor voltooid leven. Dus voltooid leven is eigenlijk euthanasie bij niet een ziekte, hè, maar bij ouderdom. En dan zegt hij, waarom mag dat toch in hemelsnaam niet? Zegt hij, want daarbij, als je dat toestaat, dokters worden ontzorgd. Verpleeghuizen zijn minder druk en woningen komen beschikbaar. En dat mag dan niet van de overheid. Dus dat de druk op de zorg is natuurlijk ook een serieuze zorg. Ja. Je ziet het in landen als Canada, zie je dat economische motief steeds harder komen. Het is gewoon zo, we zijn duur als we oud worden. Dus het speelt mee. Het speelt absoluut mee. Maar in mijn ervaring speelt het niet mee in de mensen die ik begeleid heb. En die vanuit een... Ja, toch vanuit een christelijke geloofsvisie hun weg gaan. Hun weg ook met God gaan en naar God toe gaan. Zo beleven zij dat. En zij maken een weloverwogen keuze. Maar zie je inderdaad, we hebben wel trends al een beetje besproken. Jij zei ook al een beetje hoe dat verandert, hoe we naar euthanasie kijken. En dat het anders is dan alleen het laatste deel van de dood eigenlijk verbeteren, zeg maar. Maar het gaat nu echt over al in het leven. Dat zie ik eigenlijk niet op deze manier meer zitten. Maar zie je inderdaad de acceptatie onder christenen ook van euthanasie dus inderdaad toenemen? Ja, in die zin... dat de gemeente waar ik voor werk, is een gemeente waarin veel mogelijk is. Waarin altijd al veel mogelijk was en bespreekbaar is. Maar euthanasie is daarin ook een onderwerp wat eigenlijk gewoon bespreekbaar is en aanvaardbaar is... juist omdat het ook als persoonlijke keuze gezien wordt. Zit daar verandering in of is dat eigenlijk altijd al hetzelfde, je denkt? Ik vind dat een hele lastige vraag. Ik heb eigenlijk nooit de indruk gehad dat het niet bespreekbaar was. Maar dat geldt dan misschien ook voor Almere... Waarin mensen uit allerlei geloofsrichtingen toch in die ene protestantse kerk terecht zijn gekomen. Ik kom het overal tegen. Ik geef veel lezingen in allerlei protestantse kerken. Maar dat kan tot op de Veluwe overal. Er wordt heel veel onder christenen heel veel over nagedacht. Ja. Maar Theo, neem jij waar dat het verschoven is? Want mijn waarneming is dat je dat vroeger... abortus en euthanasie, daar was je als je een beetje behoudend gelovig was je daar tegen. En het waren nog een paar dingen meer die je dan kenmerkte. En het lijkt op dat, over abortus, daar kunnen we hele andere podcastafleveringen over maken. Maar zeker bij euthanasie, dat echt aan het veranderen is. Ja, het is wel aan het veranderen. Maar het wat je wel ziet is dat de kerken lopen, helaas eigenlijk. Maar de kerken lopen natuurlijk leeg, maar die lopen vooral aan de linkerkant leeg. Dat betekent dat wat er blijft is aan de rechterkant. Ja. Doorgaans. En dat betekent dat je... dat je dus in het algemeen de wat orthodoxe christenen... die blijven natuurlijk wat conservatiever denken over euthanasie. Maar het grote verschil is abortus en euthanasie... is dat heel veel christenen ook zeggen... bij euthanasie is er tenminste nog iemand die er zelf om vraagt. Ja. Bij een abortus is die levensbeëindiging die ook daar plaatsvindt... is niet op verzoek van het kind zelf, maar op verzoek van anderen. En dat betekent dat het hele discours rondom euthanasie... is een vrijheidsrechtendiscours. Dat ze zeggen, als jij dat wil, wie ben ik dan dat ik daar wat tegenin zou zeggen? Maar dat vertroebelt de zaak ook in zoverre dat ik denk dat de vrijheid van velen langzamerhand ook een trendzettend kan gaan worden voor de vrijheid die ik zelf heb. Hè? Dus vergelijk maar met een mobiele telefoon. Dat is een vrijheid. Heb ik ooit die vrijheid gehad om die te kopen? Maar eigenlijk heb ik nu op dit ogenblik niet langer de vrijheid om hem niet te gebruiken. Dat zullen wij alle vier kunnen aanvaarden, dat een mobiele telefoon hoort erbij. En zo is het bij euthanasie misschien in zekere zin. Dat ik denk, over 40 jaar hoort het er vrijwel totaal bij. Namelijk bij alle ziekten waarvan een slecht verloop voorspelbaar is. Maar Theo, dit is toch een hellend vlak redenering? Ja, maar dat hellend vlak, ik ben dol op skiën.
Als het hellend vlak maar niet te stijl is. En als, geen zwarte piste. En als ik het maar beheers. Dus nee, dat is zeker een hellend vlak. En ik denk dat je kunt zeggen. Daniel had het al over de cijfers. Maar elk jaar 10-14% erbij. En nu is het dan 14% van 8000. Weer veel meer dan 14% van 2000. Wat het dus 20 jaar geleden was. Dus dat, daarvan zeg je. Het is nu een momentopname zitten. Denk dit jaar op rond de 10.000 of meer. Hoe zitten we over 20, 30, 40 jaar? En die vraag moeten we ons serieus stellen. En jij denkt, jij voorspelt, dit gaat een nieuwe standaard worden. Nou ja, dat mensen zeggen aan je vragen, zeg maar, jij bent de 80 voorbij. Je bent al enorm aan het kwakkelen. Moet jij daar niet eens over nadenken? Nou ja, zo zou je het nog zeggen. Maar toch, ja. Weet je, ik denk dat het wat het meest misschien verraderlijke is dat wij de euthanasiedruk die van buiten bestaat, dat wij die internaliseren. Dus dat het niet anderen zijn die tegen mij zeggen, Theo, zou je niet denken over euthanasie? Maar dat ik zelf denk, zou het niet eens tijd worden voor euthanasie? Gezien het feit dat ik zo duur ben, dat ik zo ellendig heb en dat mijn kinderen het zo druk hebben. Zijn er voor jou grenzen, Rianne, als pastor, aan wat je hoort dat je denkt, ja, maar dit kan toch eigenlijk niet? Ja, ik vind dat een hele lastige vraag. Want ik voel me altijd in een gesprek altijd degene die een tijdje mag meegaan met mensen. En die in zekere zin de hele weg wil gaan die mensen gaan. Dan ben je geen tegenover daarin. En daarin kan ik een tegenover zijn. En ben ik dat ook, als ik vind dat dat nodig is. Kan ik ook Bijbelse verhalen gebruiken om mensen een soort spiegel voor te houden. Maar uiteindelijk is de keuze aan de mensen zelf om iets wel of niet te doen. Maar ik wil nog even terugkomen op wat Theo zo net zei. Ik denk het hele scala aan vragen rondom euthanasie, dat wordt eigenlijk ook al op de spoedeisende hulp opgeroepen. Als je gevraagd wordt, wil je gereanimeerd worden? Dat roept heel veel in mensen wakker. Want ga er maar eens aan staan, dan moet je binnen een kwartier antwoord op geven. En dan komt het hele scala aan vragen eigenlijk los. Waar mensen dan thuis wellicht weer verder over gaan nadenken. Maar die vraag van wil je gereanimeerd worden, is al een vraag die aanzet tot verder nadenken. Ja, maar die gaat nog niet over de vraag of je dan een injectie wilt om te sterven. Dat zullen ze nooit nee, doen. Nee. Maar het is wel een vraag die gaat over leven en dood. Ja. Die hele blik aan vragen die, open die moet trekt, je, zeg maar. Ja, je trekt daarmee een blik aan vragen open. Ja. En dat vind ik goed. Dat vind ik goed. We kunnen tegenwoordig zoveel. Dat wij moeten nadenken over ons levenseinde. Ik vind het ook een heel erg sterk voorstander van dat iedereen na zijn 50ste bij wijze van spreken een levenstestament schrijft, waarin die zegt van als ik dementerend word, dan wil ik niet meer worden behandeld. Of juist wel worden behandeld. Hè. Dat lijkt me zo belangrijk. Dus daar kunnen we, om met Bonhoeffer te spreken, langs die mondigheid kunnen we niet meer terug. Daar kunnen we niet meer achter terug. Ja. Ja, maar nu zeg je vijftigers. Maar wat mij opvalt is dat er ook steeds meer twintigers in het nieuws zijn. Die bijvoorbeeld met psychische problemen en iets doen. Nou, ik ben eruit. Ja, als je dit leest, ben ik eruit gestapt. Ja, die psychiatrische patiënten met een doodswens, dat vind ik het meest dramatische, traumatiserende ook. Misschien moeten jullie daar nog eens een aparte uitzending over maken. Maar dat is een aparte categorie die vrij klein is, maar wel heel erg heartbreaking is. Nu met het boek Laat mij gaan van Menno Oosterhof. Dat jaarlijks tussen de 100 en 200 euthanasieën bij jonge mensen op psychiatrische gronden. En zie je dan inderdaad voor de toekomst, je schetst er al iets over Theo, als het om christelijk Nederland gaat, dat daar weinig verschil meer zal zijn met hoe het in de maatschappij overgedacht wordt. Dat die straks onder christenen ook 98% zegt, het is prima in bepaalde omstandigheden. Ja, we hebben er onderzoek naar gedaan dat de support voor euthanasie in 2020 onder christenen, dus dat wil zeggen onder degene die ze kerkbezoekers zijn, eigenlijk eerder lager is dan in 1972.
Dus die support voor uitzendingsdienst is lager. Maar dat komt wel, dat heeft een van de oorzaken is... omdat we tegenwoordig dus over euthanasie hebben bij langere levensverwachting. We hebben het over euthanasie bij mensen met een moeilijk leven... in plaats van euthanasie bij mensen die stervende zijn. Ja. En dat konden de meeste christenen en kunnen ze nog steeds billijken. Maar euthanasie is middel om van, als middel om van het leven af te zijn... Daar hebben christenen toch wel veel meer moeite mee. En dat denk ik dat wel zo blijft. Ja. Ook als je nou kijkt hoe wij erover praten en hoe ik erover praat. Ja, dat blijft toch iets. Dat blijft op gespannen voet staan met de christelijke boodschap van hoop en achting voor het leven. En geloof in dat God altijd bij je is. En de Bijbel lezend, waar je ook ziet dat mensen die een vreselijk moeilijk leven hadden. Er toch niet zelf een eind aan maken. Maar hooguit zeggen, Heer, neem mijn leven. Maar Elia, die had een verschrikkelijk moeilijk leven. Maar gooide ze niet van een rots af. Ik bedoel, dat... Paulus zegt, ik zou wel naar God willen gaan... maar ik ga het niet zelf een eind aan maken. Dus dat, met die erfenis zit je als gelovige mensen... en dat zal blijven doorklinken, denk ik. Ja. Ja. Dank voor dit gesprek. We gaan, de 40 minuten zijn weer voorbij, dus we gaan ermee stoppen. Dank dat jullie hier met ons over wilden praten... en daar aanwezig waren hiervoor. Dank jullie wel. Ja, en ook jij als luisteraar van deze podcast, ontzettend bedankt. Ik kan me ook zomaar voorstellen dat je hierop wilt reageren. Dat kan via je podcast-app, maar ook of via YouTube... waar deze podcast ook op wordt uitgezonden. Kan ook, je kunt ook mailen naar dickendaniel@nd.nl. We zijn erg benieuwd naar je reactie. Heb je vragen, heb je tips, heb je overwegingen? Laat het ons weten. Deze podcast maken wij als journalisten van het Nederlands Dagblad. Vind je het mooi wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement. Dan steun je wat we doen. Kijk voor alle mogelijkheden op nd.nl/abonnement. Dat was het alweer voor deze keer. Tot volgende week.